Curling TV komt vandaag vanuit Alphen aan de Rijn. Hier wordt voor de 30ste keer een oldtimerdag georganiseerd. Een evenement voor jong en oud. Erik, een van de organisatoren, legt uit wat hier vandaag allemaal gebeurt. Wij vinden dat het een feestje moet zijn voor het hele gezin. En als je het hele gezin bedoelt, dan kom je er niet met alleen maar oldtimer auto's. Dan gaan we er ook andere soorten voertuigen bij betrekken. Je gaat oldtimer vaartuigen bij betrekken, je gaat oldtimer bands bij betrekken, dus podia. Oldtimer dansgroepen erbij betrekken. Je gaat ook zorgen dat je oldtimer bussen kan laten rijden waarmee je invalide mensen of mensen die hulpbehoevend zijn, die in een verzorgings- of een verpleeghuis zitten. En die vaak helemaal geen uitje meer hebben in een jaar, om twee redenen. Of familie heeft ze in de steek gelaten of ze hebben geen familie meer. Of het personeel heeft uit bezuinigingsoverwegingen geen mogelijkheden meer om met die mensen naar buiten te gaan. Wij bieden die mensen één dag per jaar in ieder geval een uitje. Oldtimerbussen halen de bejaarden uit het Groene Hart op om deel uit te kunnen maken van Oldtimerdag. Kinderkermisattracties erbij, met andere woorden. Van 2 jaar tot 100 jaar. Er moet zijn voor iedereen wat. Hoeveel bezoekers verwachten jullie vandaag? Ik ga ervan uit, we zijn wat lang gereden. Laten we het voorzichtig houden op 35.000 mensen. Heb je zelf een favoriete oldtimer? Ja. Het is zo jammer, we zitten hier even, anders had ik even kunnen spieken in mijn draaiboek, want ik heb absoluut een favoriete oldtimer. Ik ben er trots op een gegeven moment als mede-organisator, dat we het publiek van heinde en ver trekken. En van heinde en ver bedoelen we, onze website staat niet voor niets in 5 talen. Dat blijkt ook al dat vanmorgen oldtimers heb gezien met een Engels bord, met Franse borden, met Belgische borden. En ik heb een beetje uitgerekend, qua woonplaats is een Rijnbach, ergens voorbij Bonn. Dat is de verste deelnemer en die is hier met een Cadillac uit 1982. Echt een schitterende Cadillac. Het is eigenlijk een youngster. Het is natuurlijk niet echt een hele oude oldtimer. Maar het is zo'n schitterende wagen. Ik vind het echt heel mooi. Heel veel slagschepen hebben we hier, maar ik vind deze toch echt het mooist. De bezoekers konden zich vergapen aan glimmend chroom en grommende motoren. Van Rolls-Royce tot Hollands glorie in de vorm van oude DAFjes, stoere muscle cars en oude brommers waar vroeger de zogenaamde nozems op rondtoerden. Ook de oldtimer bootjes waren zeer in trek. Er stonden lange rijen met mensen die ook een kort tochtje op de Oude Rijn wilden meemaken. Het was een heerlijke, zonovergoten dag voor zowel de bezoekers als de deelnemers. Wilt u het de volgende keer ook van dichtbij meemaken? Kijk dan op www.oldtimerdagalphenaandenrijn.nl.